Moeder verwennen hoeft niet altijd veel geld te kosten. Deze mening delen enkele ministers die in verband met Moederdag een speciale Moederdagboodschap hadden aan alle vrouwen die de rol van moeder vervullen. Moeders nemen een belangrijke plek in het leven van hun kind of kinderen. Ze moeten daarvoor op bijzondere wijze gewaardeerd worden. Minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken richt zich op extra aandacht voor alleenstaande moeders, die in hun eentje ervoor moeten zorgen dat hun huishouden draaiende gehouden wordt. Maar ook dat hun kinderen toch wel de nodige perspectieven krijgen om zich te ontwikkelen en dergelijke. Dus aan alle moeders wens ik een genoeglijke moederdag toe, ondanks de omstandigheden op dit moment. Minister Riyad Noor Mohammed gelooft dat gezien de moeilijke situatie in het land, kinderen kunnen kiezen voor een eenvoudige manier om hun moeders blij te maken. Hij denkt bijvoorbeeld aan helpen in de huishouding, een wandeling in de stad of een bloemstuk geven aan hun moeder. Maar voor alle vrouwen, moeder of geen moeder, wens ik een goede moederdag toe, een gezegende dag toe. En laat de vrouwen ook door blijven werken en waar nodig in de maatschappij ook hun plaats bemachtigen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. Minister David Abiyamofo erkent de moeilijke periode van het land. Maar dat moeders de hoop niet moeten verliezen, want alles zal goed komen. Ik doe een beroep, lijkt minister voor natuurlijke hulpbronnen. Dank. De regering maakt alle moeite. Ik heb een IMF-programma en een moeilijk programma. En IMF zomaar. De idoro IMF, dat want dat je hebt een big probleem, je hebt mama probleem in die kondre. Ja? Maar we luku samen naar de IMF ook toe, van Ukanchari, Tinsomoro, Lektikong, in Alibi Makandra. Onderwijsminister Henry Ori vindt moeders belangrijke economen van het gezin. Hij hoopt daarom dat iedereen vol liefde naar hun moeder kijkt op deze dag. Dat mami en de bloemen geeft aan hoeveel van haar houden. Moeders zijn een heel belangrijke factor ook voor het onderwijs. Hoeveel moeders elke dag met hun kinderen bezig zijn, de kleine onderwijzers. Dus we moeten een mooie dag laten we voor de moederdag. En ik wil alle moeders in de Republiek Suriname feliciteren met deze dag. En laten wij zorgen als mannen, als kinderen, dat we onze mami verwennen. Voor defensieminister Krishna Kumari Mathura is het een unicum om moeder te zijn. Ook zij ziet voor moeders in deze tijd een grote uitdaging om eten op tafel te zetten. Maar ik wil alle moeders heel veel sterkte toewensen. Ik wil ze eigenlijk aanmoedigen om door te gaan. Ik weet dat ze ontzettend veel potentie hebben. En ook andere mensen die zich verbonden voelen en die ook vaders vervullen vaak de rol van moeder om hun kinderen op te brengen. Dus iedereen die zich verbonden voelt, iedereen die compassie heeft met de andere, maar moeders, dat is echt speciaal. Dat is bij de geboorte al, heb je het gevoel van bescherming en het gevoel van geborgenheid en het gevoel van liefde. Dat krijg je echt eerst als eerste van de moeder. Dus die moeders wil ik echt heel veel liefde toewensen, heel veel kracht, heel veel sterkte toewensen. En ik roep alle kinderen op, wat er ook is, verwen je moeder op die dag. En verwennen hoeft niet met heel veel geld te zijn. Verwennen kan zijn met extra liefde. Het vieren van Moederdag op de tweede zondag van mei is alleen traditie in landen zoals Duitsland, Denemarken, Italië, Turkije, Australië, België, de Verenigde Staten van Amerika, Nederland en Suriname. In veel katholieke landen wordt Moederdag op 15 augustus gevierd, de dag van Maria ten Hemel opneming.